Het ging echt goed. Het ging echt super goed. Dat was echt een heel fijn examen. Ik had fysiologie en endocrinologie van seksuele voortplanting. Het was lekker als je dan met een goed examen kan verder gaan naar de volgende. Ik ben echt opgelucht. Ja, dank je. Ik kom net van mijn examen. En hoe was het? Het ging echt heel erg goed. Ik wist helemaal alles. Ja? Ja. Twee open vragen, die wist ik helemaal. Vijf nerveuze vragen, zo allemaal. Mm-hmm. En ik wist 4 van de 5. Nou, man, pap. Ik ging echt heel goed. Nou. Wat fijn. Ja, het is echt chill. Straks ga je dat doctoreren. Ja, misschien wel, ja. Doei. Doei. Normaal zou ik gewoon nu nog even een paar uur tranquilo doen. Een film kijken of een serie kijken. Maar ik heb er nu gewoon echt geen tijd voor. Dus wat ik tegenwoordig doe, de weather report van David Lynch. Dat komt elke dag op YouTube. En het is een zure minuut. Here in LA, once again, early morning clouds. Some blue skies trying to poke through. Een perfect blok en studeer weer. Regen en hopelijk onweer. Komt al. En nu begint het voor mij, de grote reset. Ik heb echt ongelooflijk veel aantekeningen en flashcards gemaakt. Het is gedaan, het is goed, alles gaat weg. En de rust is wedergekeerd. Dat is altijd fijn, hè? Na zo'n lange studeersessie. Als je dan weer met een schoonlijn kan beginnen. En dat we weer kunnen beginnen aan het volgende vak. Oké. Daar is je mentos. Spannend. Ik heb echt het gevoel alsof het zo'n mijlpaal in mijn leven is. Gewoon dat ik dat zo eindelijk mag afhalen. Dit is zo officieel. Oké, ik ben net buiten en ik heb het. Ik voel dat is wel echt verschrikkelijk lelijk. Oh, eindelijk. Ik ben zo blij dat ik daarvan af ben. Dat is wel één iets op je checklist dat afgevinkt kan worden, maar dat je zo geen zorgen meer over moet maken. Daar is mijn zusje. Welkom! Hi. Ik heb alles naar achter gesmeten. Amai, spannend! Vertrouwt je het? Misschien. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben. Waarom? Gewoon, mijn jonge zus die meerijdt. Allee, waar dat ik mee meerijd? Oei. Hallo. Een bol aardbei en vanille in een potje. Aan een bol mokka. En dan een potje met stracciatella en speculoos. Mama? We zijn er geraakt. Gaan we buiten eten? Ja. Smakelijk trouwens. Ja. Om mijn rijbewijs te vieren. Ja. Na 5 jaar. Zie. Ha ha ha.